Drie oud-directeuren van Museum Jan Kuhne en hoogleraar Misha de Winter vinden dat er vanaf 2017 maar 139.000 euro per jaar door de gemeente op het museum kan worden bezuinigd. Dit zeiden ze maandagavond tijdens een presentatie over de toekomst van Jan Kuhne. Wij gaan uit van een zelfstandige stichting Museum Jan Kuhne. En dan maak je heldere en afspraken met de gemeente over hoe het gaat met de subsidie. En prestatieafspraken heet dat. En een ander onderdeel is inderdaad dat de gemeente eigendom blijft van het gebouw. Die prestatieafspraken kunnen uit van alles bestaan. Die moet je samen opstellen met de gemeente. Dan gaat het bijvoorbeeld om bezoekersaantallen. Maar het gaat ook om een soort targets die je kunt stellen als het gaat over educatie. Je kunt ze op allerlei mogelijke manieren invullen, maar je moet ze wel maken. Want je moet zowel de taken als verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als van het museum moet je vastleggen. De gemeente Os wil 500.000 euro op het museum gaan bezuinigen. Het voorstel van de oud-directeur en hoogleraar komt daar dus nog niet eens bij in de buurt. Nee, bij lange na niet. Maar goed, vanavond is het de presentatie van de plannen geweest. We zijn nog niet diep achter de cijfers gedoken. We hebben ook eerst hun plannen moeten aanhoren. En met ingang van morgen gaan we daar ons in verdiepen. Van Loon wil dus nog niet veel zeggen over hoe het nu verder moet. De heren gaven overigens slechts een advies aan de gemeente Os. In dat advies werd ook iets gezegd over het stadsarchief. Ook een instelling waarop gekort gaat worden door de gemeente. Misschien, maar we moeten het nog verder onderzoeken, is de bibliotheek en het archief misschien een meer natuurlijke partner dan archief en museum. En dat, als je nadenkt met name vanuit de functie, vanuit de documentatie. De komende tijd moet duidelijk worden wat met de adviezen wordt gedaan en wat haalbaar is. Wij moeten nu heel hard gaan werken, want in de gemeenteraad van juni, dacht ik, hebben wij de bespreking van de voorjaarsnota. En wij hebben aangegeven dat bij de bespreking van de voorjaarsnota wij aan de raad meer willen informeren of de bezuinigingen mogelijk zijn. Zo niet, tot welk bedrag wel mogelijk is. We hebben nu vanavond geconstateerd dat daar een enorm gat nog in zit. Dus we moeten heel snel aan de slag.